vlechtjes tegen de warmte. Vind ik altijd wel heel fijn als het warm is. Lucht ze wat door. Scheelt wel tegen het zweet. Ik was helemaal vergeten om te zeggen welkom bij een nieuwe vlog van Sharon en Meisie. Meisie en Sharon. Ondertussen gepoetst en opgezadeld. Dit is mijn nieuwe zadel trouwens. Nu zit ik op Meisie en ben ik haar lekker aan het instappen. En we rijden vandaag voor het eerst in de buitenbak op de nieuwe stal. Voorheen reed ik haar binnen. Ook om natuurlijk te wennen aan de omgeving. Maar dit pakt ze heel goed op. Ik ben super trots. En je kan zien dat ik haar dressuurmatig rijd. Dat vind ik zelf namelijk heel fijn. De draf is nog wel een beetje een dingetje, maar de galop pakt ze heel goed op. En ik ben nu heel erg bezig om de overgangen aan te leren. Dus de stap, draf, galop. Maar ze zet heel goed door. En je kan ook wel zien dat mijn houding wat scheef is. Dus dat is ook een grote reden dat ik heel graag les wil nemen met Meisie. Maar tot nu toe gaat het super goed. En je kan ook wel zien dat ze tempo in de galop heeft. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. En een beloning ondertussen is natuurlijk ook nodig met een jong paard, pony. Zo weten ze dat ze het goed gedaan hebben. En geef ze natuurlijk een beetje lange teugel. En ik rij heel veel figuurtjes. Want dat vind ik heel belangrijk voor een jonge paardpony. Zo hou je haar lekker soepel. En hier denkt Meisie, ik leg er een cadeautje neer, arme vriend. Staan, zit, staan, zit. Dat gaat automatisch zo. Kijk naar het buitenbeen. Probeer in ieder geval te staan, te zitten, want je donk, 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 donk. Ja. Toesje, let op. Draf. Ja. En door. Staan, zit. Staan, zit. Staan, zit. Staan, zit. Staan, zit. Blijven zitten. Hier kan je zien dat mijn vriend duidelijk het ritme nog moet vinden. Hoe hij moet licht rijden. Maar voor de eerste keer vind ik wel dat hij het
als ik goed doe. Maar ze vindt ook echt alles prima. Dat is het. Kom op, conditie. Nou jongens en meisjes, we gaan nog een drafje proberen. Draf. Staan, zit, staan, zit. Staan, zit. Staan, zit. Hier kun je zien dat ik hem in slow motion heb gegooid. Omdat ik zie dat hij het ritme een beetje heeft gevonden. Hij houdt zelf het zadel vast en de manen een beetje. Omdat ik niet wil dat hij nog de teugels vast heeft. In verband hij nog een beginner is. En niet zo hard aan het mond zit te trekken als hij dan uit evenwicht valt. Dus die heb ik netjes in een knoop. En een longeerlijn, zodat er niks kan gebeuren. Ik zeg wanneer je moet staan en je moet zitten. Ja, je voelde hem, hè? Oké, let op. De rap. Ja. Sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit. Je moet naar de buitenbeen. Sta, zit, sta, zit, sta, zit. Goed zo. Oké, let op. Ja. De rap. Sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit, sta, zit. Goed zitten. Filmen, lanceren gaat moeilijk. Staan, zit. Goed zo. Ja, dat is hem. De raf. Staan, zit. Goed zo. Staan, zit, staan, zit, staan, zit. Staan, zit, staan, zit. Staan, zit. Niet te veel praten, kom op. Staan, zit, staan, zit, staan, zit. Staan, zit, staan, zit. Kom op, meisje. Ja, trap. Staan, zit, 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 zit, staan, zit, staan, zit. Ja, goed zo, dat was hem. Goed zo, Dougie. Ja, moeilijk, hè? Nou, lekker uitstappen jullie. Toppers! Joehoe. Nou is meisje lekker aan het uitstappen. Makkelijk zo'n vriend. Vandaag zijn eerste drafje gehad. Ging super goed. Hij heeft de feeling nou een beetje te pakken hoe hij moet lichtrijden. Dus het gaat de goede kant op. En meisje vindt het ook allemaal prima. En het was een beetje raar gefilmd, omdat ik de longeerlijn vast had. En ik moest hem commando geven en hem filmen. Dus het was een beetje lastig. En het goede been licht draaien komt nog wel. Ik vind het belangrijk dat hij eerst de feeling krijgt voordat hij verder leert. Hoi. Topper pony. En nu moet ik er echt aan geloven om rijkleren voor mijn vriend te kopen. Want hij vindt het zo leuk en wil het heel graag leren. Ga je niet meer grappen? Ja, dan kom maar. Maar. Oh nee. Meisje gaat weer naar het land. Naar vriendjes en vriendinnetjes.
Ja, kom op. Je hebt net gegeten, gekkie. Oh, deze gaan even lekker kriebelen samen. Oh, wat schattig. Wij zien hier, staat in het land. Die is kaart weggereest. Oh, die lekker neuzen. Jo, lief. Nou, meisje. I see you tomorrow. Lekker eten, again. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.